Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. En wij gaan vandaag weer verder met de coronatapes. En natuurlijk, net als elke coronatape, hij zit weer tegenover me, Wim Huberts. Dankjewel Mike, leuk om er weer bij te zijn. Ja, en wat verwacht je eigenlijk van de gast van vandaag, zonder zijn naam te verklappen? Nou, ik verwacht... wat verwacht ik van de gast? Heel veel natuurlijk. Het is onze nieuwste Nederlandse winnaar van een PDC-titel. Dus ja, blijf vooral luisteren natuurlijk. Ja, dames en heren, we hebben het natuurlijk over niemand minder dan Jitse van der Wal. Goedenavond. Wel, heel erg bedankt dat je bij ons wil zijn. Maar wat we eigenlijk aan iedereen meteen vragen. Wat doe jij nu in deze dartloze tijden, in deze aparte tijden? Veel trainen natuurlijk, zoals velen denk ik. Want het werk ligt natuurlijk ook stil. Dus ik ben elke dag nu thuis aan het sporten om wat fitter te worden. Want ik heb toch wel gemerkt dat wel belangrijk is in dat PDC-circuit om iets fitter te gaan worden. Dus daar besteed ik nu veel tijd in. Ja, zo'n dag trainen, hoe ziet dat er bij jou uit op dit moment dan? Meestal 's ochtends dan begin ik gewoon met een half uurtje fietsen. Eerst gewoon binnen. En dan meestal 's avonds train ik twee, drie uurtjes. En dan soms 's middags ook nog een uurtje. Dus ongeveer 3 à 4 uur per dag. En zien we jou dan ook nog op NACA of op webcamdarts bijvoorbeeld? Op het moment nog niet, maar dat is wel mijn bedoeling. Zijn er op dit moment... Kijk, hoe jij... Ben je op dit moment echt in je eentje achter het dartbord aan het staan? Of is iemand in je omgeving die je toch een beetje kan uitdagen? Of hoe zit dat? Niet echt. Kijk, je hebt wel gewoon goede spelers hier in de buurt. Maar ja, daar mag je nou ook niet bij zijn natuurlijk, vanwege die regels. Mm-hmm. Dus dat gaat ook lastig. En dus ik sta het meeste gewoon alleen te trainen. En soms met mijn moeder, want die dat sinds een half jaar ook weer. Dus ja, die gooit ook wel eens mee. Maar ja, die daagt mij niet uit natuurlijk. Nee, precies. Ik denk dat het een goed moment is om naar het eerste toernooi van dit jaar te gaan waar je aan mee hebt gedaan. En dat is Q-School. Geen tourkaart behaald. Hoe heb jij dat toernooi ervaren? Het was mijn eerste keer natuurlijk. Dus het was wel echt wennen. Ik had daarvoor nog wel een development tour meegepikt. De allerlaatste was dat van vorig jaar. Om gewoon een beetje te proeven hoe dat is. En de Q-School op zich was eigenlijk al wel heel anders dan de Development Tour. Maar het was wel een hele mooie ervaring. Oké, als je naar de eerste twee dagen kijkt. Laatste 128 en de eerste ronde eruit op dag 2. Was het een beetje wat je dan verwacht had? Jouw niveau, over jouw niveau sprekende dan? In principe ging ik gewoon in zonder verwachtingen. Kijk, ik wist van mezelf natuurlijk dat ik wel een pijltje kan gooien, anders ga je er ook niet heen. Maar voor mijn eerste keer. Dus eigenlijk was het gewoon meer een leerproces. Oké, en zo, is dat... zo kijk ik eigenlijk tegen het hele jaar aan. Gewoon dit hele jaar. Ja, en heb je dus veel geleerd van het meedoen aan Q-School? Absoluut, ja. Ik heb ook gewoon meteen gemerkt dat het niveau gewoon een stuk hoger is. Want ik weet ook, de tweede toernooi verloor ik van Dennis Nielsen, geloof ik. Klopt. Ja, die verloor ik gewoon met 2,93 gemiddeld. En dan ga je gewoon 5-2 zitten. Dus dat was wel zuur, want ik stond die dag wel goed te gooien. Maar ja, ook gewoon een goede tegenstander. Die dag ook tot de laatste 4 of 2 kwam, geloof ik. Ja, ondertussen heeft die Dennis Nielsen een tour. Ja, is dat Dennis Nielsen of is dat die Larsson? Dat ben ik even kwijt. In ieder geval, een van die twee heeft een tourkaart. Ja, dat is Daniel Larsson. Die heeft een tourkaart. Ja. Nou, in ieder geval Dennis Nielsen is wel een grote naam in het darten. Dus de dag daarna, op dag 3, weet je hem ook te verslaan. Haal je je beste resultaat, laatste 32 op Q-School. Uiteindelijk moet je tegen Jake Rodriguez. Ook een bekende naam in het darten. Weet je nog een beetje hoe die wedstrijd ging? Ik werd in de eerste 4, 5 legs werd ik echt weggeblazen. Dat was echt niet normaal hoe hij begon. Volgens mij op een gegeven moment, ik zag ook na de 4e leg of zo. Toen keek ik snel naar die tablet toe. Ja, niet goed natuurlijk, maar ik keek naar die tablet toe. En toen stond hij op 107, 106 gemiddeld. En toen had hij ook nog een paar dubbels gemist ook. Dus daar was gewoon niks tegen in te brengen. Goed, dan hebben we het over de eerste 3 dagen al een beetje gehad.
dan komt dag 4. Dan win je je eerste wedstrijd van Sven Hesse. Ja, en dan? Denk je dat je het verhaal zelf af kan maken? Ja, dit, ja een fout. Ja. Laten we het daar maar op houden. Ja, wat was die fout? Want wij weten niks anders dan dat er FW bij de uitslag staat. Dus ik weet niet, was je te laat? Was je het vergeten? Nee, ik had mijn wedstrijd net gespeeld. En ja, ik was gewoon in de veronderstelling dat ik gewoon sowieso nog wel 20 minuutjes, half uurtje had voordat ik daarna weer moest spelen. Dus ja, ik ben toen naar de bar gegaan om nog een drankje te halen. En ja, voordat ik het wist, moest ik dus weer spelen. Maar dat heb ik nooit goed nagekeken. Dus toen, ja, ik was gewoon te laat. Ja, en toen je daar achter kwam, wat ging er toen door je heen? Dat zal wel balen zijn natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ja, aan de ene kant, om daar nog een tourkaart te halen was waarschijnlijk toch lastig geworden nog. Maar ja, goed, het was wel jammer natuurlijk. Maar wel een leerproces, want ik hou nou dat Connect elke wedstrijd in de gaten op de tour nu. Ja, want het weekend daarna, ja, de eerste Challenge Tour, ja, kom je wel bij de laatste 64. Zeker niet dat grote deel, maar is wel niet slecht. Hoe heb je die eerste dag eigenlijk beleefd daar? Ja, mijn allereerste Challenge Tour, ja, toen haalde ik de laatste 64. Dan baalde ik wel van eigenlijk, want ik stond die laatste 64 4-0 voor tegen John O'Shea. En die verloor ik toen naar 5-4, dus daar baalde ik enorm van. En ja, dat zat me eigenlijk het tweede toernooi ook nog wel in het hoofd. Dus toen lag ik er volgens mij laatste 2-56 uit of zo. En dan verlies je niet tegen Stephen Jones. Ja, ja. Ook met 5-4 inderdaad. Ja, je zegt al je eerste Challenge Tour weekend. Was dat een ander gevoel dan dat Development Tour toernooi dat je nog mee kon pakken? Ja, vond ik wel. Ik had voor mijn gevoel minder druk in de Challenge Tour. Hoezo? Want je zou zeggen Development Tour, dat de tegenstanders zijn jonger, dus misschien minder ervaren. Makkelijker om te verslaan. Maar ik, het niveau bij Development Tour is wel extreem hoog. Het zijn wel veel jonge spelers. Maar toch voel ik mij dan meer op mijn gemak tussen de grotere mannen, zeg maar. Daar speel ik makkelijker tussen dan tussen die jongens. Ben je misschien al een beetje ontgroeid, dat verschil? Ja, ik denk het, ja. Ook omdat ik, ik denk het wel. Maar goed, dan gaan we dus naar die tweede dag Challenge toe. Dan ga je de eerste toernooi ga je, nou ja, vrij snel zitten. Tegen Peter Meer en Mitchell. Ja, en ja. Dan... Ja, daarna gebeurt iets wat denk ik niemand had verwacht. Ik zelf ook niet. De laatste 64 had je daar toen al een keer gehaald. En de laatste 32 een keer op Q-School. Maar wat dacht je eigenlijk dat je naar de kwartfinale ging? Op dat moment. Wat dacht je toen al van dit zit er vandaag in? Of? Met die kwartfinale had ik nog wel zoiets van... Nou, ik wil eigenlijk sowieso gewoon nog eentje winnen nu. En dan ben ik echt heel tevreden. Dan is ook gewoon mijn hele weekend weer geslaagd, zeg maar. En toen moest ik tegen James Hubbard die kwartfinale, speelde ik ook gewoon goed. En toen ik die won, toen had ik echt zoiets van, ja, dit is lekker. Nou was het weekend voor mij klaar. Ja, oké. Okay. Dat bleek volgens mij ook in de halve finale, hè? Want ja, het niveau was daar een stuk lager. Ja, echt wel. Ja, ik was, hij was doodzenuwachtig waar ik tegen moest. Daniel Ayres of zo, geloof ik. Ja. Hij was echt doodzenuwachtig, dat kon ik ook zien. Hij stond ook achter mij met trillende handen. Maar ik had zelf ook zoiets, mijn concentratie was gewoon niet meer 100%, omdat ik te blij was al. Ja, en ik kwam 4-1 achter en toen had ik echt zoiets van, ja, dit is over. Ja, toen maak je toch nog 5-4. Ik weet niet of Arjen Konten maar een goede vriend van je is. Maar had je verwacht dat je hem in de finale zou treffen? Dat is ook wel een vrij verrassende naam. Ja, in principe wel. Maar als je ziet wat hij allemaal versloeg en met wat voor gemiddeld is. Ja, hij versloeg de ene topper naar de andere toen dat laatste toernooi ook. Zeker in de halve finale verslaat hij Scott Taylor met bijna 100 gemiddeld. Ja, dan staat hij daarna dan onze partij te kijken en dan denkt hij ook van ja, die is binnen. Ja, maar toen kwam jij aanzetten. En het waren geen wilde cijfers waar je mee won. Nee, 5-2, ja. Ja en met 121 die ging gelijk uit, ook voor de wedstrijd. Daar was ik echt enorm blij mee, dat hij meteen uitging. Dat je niet met een bibberende hand op 3 pijlen op de dubbel komt, zeg maar. Dat gewoon die finish in één keer uitgaat. Voelde jij direct
toen je aan die wedstrijd begon, dat je concentratie weer terug was? Of ja, moest dat echt ja. naar die finish? Oké, okay, oké. Okay. Nee, want ik had toen, die halve finale kwam ik 4-1 achter. En toen, ja, hij miste iets van 7 of 8 matchpijlen om gewoon 5-1 van mij te winnen. En toen maakte ik daar nog 4-2. En toen had ik gewoon echt zoiets van, nou, als je nou gewoon even normaal weer gaat gooien, dan ga je gewoon die finale halen. En ja, dat deed ik toen ook. En toen echt in die finale, toen heb ik gewoon weer een omschakeling gemaakt, waardoor ik gewoon mijn concentratie weer had. Ja, en dan win je. En dan plaats je je indirect voor een, met mits een paar afmeldingen, voor een player championship. 4 zelfs. Ja, ja, geweldig. Ja, absoluut. Super mooie ervaring. En ik was zo immens blij toen ik hem won. Ja, je won, maar er zit natuurlijk ook meer aan. En zeker op jouw eerste player championship heb je het ook echt niet slecht gedaan. Nee, nee, klopt. Ja, de laatste 32 meteen. In die eerste. Wat was er anders dat je op de vloer kwam? Op de vloer tussen de toolkaarthouders? Wat was er anders dan op de challenge toe bijvoorbeeld? Ja, dat was overweldigend natuurlijk. En in principe is de voorbereiding en dergelijke allemaal hetzelfde. Maar als je daar dan één keer tussen al die mannen staat. Tussen Van Gerwen en Gary Anderson, Rob Cross, Peter Wright. Ja, noem ze allemaal maar op. Toen had ik wel echt even zoiets van, wauw. Daar zit ik toch maar even tussen nu. Ja, had je dat verwacht? Ik denk het niet, maar dat je meteen in je eerste seizoen, dat je dan al tussen de grote mannen staat. Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik had gewoon dit jaar echt bekeken als een leerproces, omdat het mijn eerste jaar PDC is natuurlijk. En ik had echt zoiets van, ik wil gewoon op de development tour, wil ik het wel echt gewoon serieus goed gaan doen. Maar wat ik in de rest doe is eigenlijk gewoon een bonus. Zo ging ik erin, in het begin van het jaar. Ja, en dat heeft goed uitgepakt. Is het jaar voor jou nu al geslaagd? Aan één kant wel. Want zo'n titel winnen is natuurlijk geweldig. Dus in principe heb ik wel zoiets van, ja, het is geslaagd. Maar ik hoop nog een aantal meer PlayStation-tips te mogen spelen. Dat in ieder geval wel. De Challenge Tour heb je dus goed gespeeld. Je hebt een toernooi gewonnen. Daarna kwam de Development Tour. Iets waar jij al zegt dat je eigenlijk had verwacht, daar zal ik beter op presteren. Maar daar was het niveau, in tegenstelling tot de Challenge Tour, wel erg wisselend. Heb je daar een verklaring voor? Ik was zoekende naar nieuwe pijlen dat weekend. Heb je ze gevonden uiteindelijk? Nee, nog steeds niet. Ik ben nog steeds zoekende. Okay. Goed, maar je bent nog steeds zoekende, zeg je. Maar je hebt wel een challenge tour gewonnen. Ja, klopt. Maar zelfs in die fase was ik toen nog zoekende, ja. Maar die pijlen die ik toen waar ik dat toen ook mee heb gewonnen, die zijn toen daarna kapot gegaan. En die kan ik echt nergens meer vinden. Echt nergens meer. Wil je een oproep doen? Ja, misschien. Ja, ik heb ook al een paar keer gevraagd. En verschillende dartshops ook gevraagd. Maar niemand kan er meer aankomen. Dus ja, waarschijnlijk is mijn enige optie, als ik echt niks kan vinden, gewoon ze na laten maken. Ik weet niet welke het zijn, maar we kunnen altijd een nieuwsbericht eruit gooien met wie herkent deze darts. Ik gooi met de Heroes Magnetic, 26 gram. Je bent dus nog steeds zoekende, zeg je. Heb je die weekendse naam niet echt kunnen vinden op de Pro Tour? Nee. Maar ja, dat is ook omdat je gewoon niet echt een vastigheid hebt dan. Niet 100% vertrouwen. Kijk, thuis met trainen gaat het altijd goed. Dan maakt het niks uit waar je mee gooit in principe. Maar dat is gewoon, op de toernooien is het gewoon anders. Dus sla de twijfel toe. Ja, of je begint natuurlijk te denken van ja, met deze pijl heb ik nog niet zulke wedstrijden gespeeld. Dus ja, hoe zal dat gaan? En zo ga je toch denken dan. Ja, ook over die Pro Tour. Het was ook de eerste keer dat je daarbij was natuurlijk. Komen er dan ook spelers toe? Andere darters, andere Nederlanders misschien, die op de een of andere manier feliciteren of iets dergelijks? Of is dat niet het geval? Echt feliciteren, ja. Ja. Er zijn wel een paar spelers bij die me wel hebben gefeliciteerd natuurlijk. Maar wel als je gewoon daar komt, zeg maar. Bijvoorbeeld ja, Danny Noppert en Jan Dekker en zo. Ja, het zijn ook Friesen natuurlijk. Dus ja, die neem je wel gewoon snel bij hun in het groepje, zeg maar. En dat ik daar gewoon aan tafel zit en zo. En dat was wel fijn natuurlijk. Ja, was het ook een beetje gezellig voor jou? Want jij bent een nieuwe naam daar. Ja, het eerste weekend was natuurlijk een beetje aftasten. En toen zat ik ook gewoon voornamelijk gewoon alleen. Of
Ja, of ik ging gewoon ergens bij zitten, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ja, die weekenden daarna, toen voelde je je al wel wat, wat beter daar, al wat meer thuis. Ja, je zei het al over je pijlen. Je niveau is inderdaad erg wisselend tussen de 60 en de tegen de 100 gemiddeld. Ligt dat echt aan je pijlen of is dat ook nog een beetje vertrouwen, wennen op de Tour? Ja, dat denk ik ook wel. Dat ligt niet echt alleen aan het pijlen. Dat zal ook gewoon een stukje vertrouwen zijn. En gewoon wennen natuurlijk, ja. Want het is wel allemaal nieuw. Ja, want vorig jaar heb je wat video gehoord, maar dat heb je eigenlijk ook pas echt sinds 2018 gedaan. Het is eigenlijk op die manier wel vrij snel gegaan, dat je binnen 3 jaar meteen een PDC-toernooi wint. Ja, absoluut. Ook veel sneller dan verwacht. Kijk, ik mocht het jaar daarvoor eventueel al van mijn sponsors mocht ik al naar Q-School toe, in 2019 dus. Maar toen heb ik zelf eerst gezegd van, nee, dat wil ik niet. Ik wil eerst een jaar BDO helemaal fulltime proberen. En dan zien hoe ver ik daar kom en dan eerst wennen aan het reizen en dergelijke, voordat ik aan de PDC ga beginnen. En heeft dat ermee geholpen? Voel je dat nu een beetje, nu je iedere keer naar de Challenge Tour en Development Tour moet gaan reizen, dat je al een beetje het gevoel hebt? Ja. Ja, absoluut. Ja, dat heeft me wel geholpen inderdaad. Om gewoon te wennen aan het reizen. Want dat is natuurlijk ook, als je dat verder nog nooit hebt gedaan, is het ook moeilijk om zulke weekenden erin te gaan delen natuurlijk. Van welke dag ga je weg en wat ga je doen en dat soort dingen. En dat leer je dan wel. Ja, dat denk ik ook. Want andere spelers die ook de Challenge Tour en Development Tour hebben gespeeld of aan het spelen zijn en die ook op één van die toernooien heel goed hebben gepresteerd, die zeggen van, vanaf nu, als het seizoen weer verder gaat, dan zal ik altijd kiezen voor een prioriteit voor de Challenge Tour of de Development Tour. Is dat bij jou ook zeker de Challenge Tour op dit moment? Ja, absoluut, ja. Ja. Omdat ik daar nu zo goed sta, in principe na één weekend, en dan daar gaat gewoon de volgende 100% focus naartoe. Absoluut. Vind jij het ook, dan ook jammer dat je na zo'n goed weekend, dat je eigenlijk net in de flow zit van het winnen van een toernooi zelfs, dat je dan nu zo'n lange periode niks doet eigenlijk? In principe aan de ene kant vind ik het wel heel jammer. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer niet jammer, omdat ik natuurlijk nog zoekende ben. Dus dat geeft me wel de tijd nu om iets te gaan vinden waar ik gewoon weer 100% vertrouwen in kan krijgen. En om natuurlijk wat fitter te worden dan. Dus daar heb ik nou wel de tijd voor. Dus dat is het pluspunt. Mm-hmm. Want op welke manier merkte je, want je zegt van ik doe ook aan het fietsen en aan het sporten meer. Op welke manier merkte je dat die fitheid belangrijk was op de Pro Tour? Nou, als je hele weekenden daar aan het spelen bent en dan, als je dan 2 dagen op rij moet, dat is vrij zwaar in principe. En het reizen en dergelijke erbij, dus dan is het wel belangrijk dat je gewoon goed fit bent. Ben jij ook iemand die vroeg in de zaal is altijd en veel staat in te gooien? Nee, absoluut niet. Ik ben er op zich wel redelijk vroeg, maar het is niet zo dat ik echt 2 uur bijvoorbeeld sta in te gooien. Nee, absoluut niet. Ik gooi meestal gewoon een half uurtje in. En dan ga ik daarna weer even zitten en dan nog een half uurtje misschien. En dan wacht ik totdat het begint. En dan, net voordat het begint ook nog even natuurlijk. Maar ik sta niet 2 uur van tevoren aan het bord, dat niet. Ja, goed, dat brengt ons een beetje bij onze vaste rubriek in deze coronatapes. De mooie verhalen. Dan weten we dat je natuurlijk vorig jaar het PDO-circuit hebt rondgelopen. En toen stond je ineens in Roemenië. Ja, en Roemenen kunnen natuurlijk geen Engels. Nee, daar ben ik ook achter gekomen inderdaad. Ik had toen met iemand gemaild van waar ik dus ging slapen. Een bed and breakfast was dat. En ik had dus gezegd dat ik laat op de avond zou gaan inchecken of dat eventueel mogelijk was. Want het was normaal tot 10 uur en ik zou pas om 12 uur, 12:30 of zo aankomen. Maar dat was geen enkel probleem, kreeg ik terug. Dus ik stond op een gegeven moment om 12:30 stond ik daar op het vliegveld. En ik een mailtje sturen en geen gehoor en niks. En op een gegeven moment daar maar heen gereden met de taxi. Maar alles was dicht. Dus toen stond ik daar midden op de straat in Roemenië midden in de nacht. Ja, hoe is dat uiteindelijk nou goed gekomen dan? Ik heb uiteindelijk, Erik van Manen was er ook. En die zat in het Intercontinental Hotel, waar het toernooi ook werd gehouden dat weekend. Dus die heb ik toen op een gegeven moment gebeld van of ik eventueel daar kon slapen. En toen heb ik daar uiteindelijk geslapen, daar. In dat hotel.
Ja, en je hebt eigenlijk nog meer kwaliteiten dan reizen plannen. Je kan ook goed vissen. Ja, redelijk goed. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. Lekker ontspannen en gewoon lekker in de buitenlucht. En doe je dat vaak met anderen? Ja, nu kan het even niet, maar doe je dat ook wel eens met andere darters? We zien natuurlijk dat Ron Molenkamp wel eens vist en Jeffrey de Zwaan. Nou, de meesten hier in de buurt die zijn niet zo van het vissen, geloof ik. Nee, meestal ben ik gewoon alleen. Nee, je gaat niet even gezellig met Danny Noppert lekker vissen? Nee, nee. Ja, je is op dit moment, doordat je 1000 pond hebt behaald, als we even weer teruggaan naar het darten zelf, omdat je 1000 pond hebt behaald op de Pro Tour, de Players Championship toernooien, sta je 148ste van de wereld. Heb je daar al mee gepronkt? Heb je dat al tegen mensen gezegd van, ik sta 148ste van de wereld op dit moment? Nee, om heel eerlijk te zijn heb ik daar nog ineens naar gekeken. Dus het doet jou nog weinig, zeg maar, dat jij op een ranglijst staat eigenlijk. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk, het is wel heel mooi. Dat heb ik ook wel al meteen gezegd nadat ik dat eerste Pro Tour weekend heb gespeeld. Toen had ik ook wel gezegd, van, ja, nou sta ik toch officieel op die PDC-ranking. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar hoeveel ik stond of zo, dat heb ik verder niet opgezocht. Nee, precies. Als je nu kijkt naar de toekomst, al zal je nog niet weten wat het eerste toernooi is die je zal spelen. Wat zou je nog willen bereiken dit jaar? Ik wil sowieso gewoon die... Nou ja, dat, ik denk wel dat het gaat lukken, maar die top 64 halen van de Development Tour. Zodat ik in ieder geval het jeugd-WK kan spelen. En gewoon proberen zo hoog mogelijk in die Challenge Tour ranking te eindigen. Zodat ik misschien mezelf ook plaats voor de UK Open volgend jaar alvast. Is het WK een doel voor jou? Ja, absoluut, tuurlijk. Maar dat wordt dit jaar denk ik lastig. Goed, je hebt meerdere mogelijkheden. Challenge Tour, Development Tour. Je hebt nog de WK qualifier natuurlijk. Ik schat je niet helemaal kansloos. Nee, absoluut niet. Nee. Dat zou ik ook graag willen natuurlijk. En dat zit er ook wel in. Maar het is niet een doel waarvan ik zeg van dat wil ik van dit jaar halen, zeg maar. Heb jij op dit moment een stabiele sponsors die ervoor kunnen zorgen dat jij volgend jaar ook gewoon Challenge Tour en Development Tour kan gaan darten? Ja, absoluut ja. Ik heb waar ik werk. Dat is een kringloopwinkel in Dokkum. En die baas die sponsort mij. En dat is sowieso een trouwe steunpilaar, zeg maar. En een schildersbedrijf hier in de buurt en Cosmodarts. Die sponsort mijn materiaal. Oké, hebben andere... Ja, Cosmodarts is een redelijk grote sponsor. Ben je al benaderd door van de echte sponsorteams om voor hen te gaan darten? Of zal dat nog te vroeg zijn? Tot nu toe heb ik nog verder niks gehoord daarover. Nee. Dan zal ik waarschijnlijk eerst nog wat meer moeten gaan presteren, denk ik. Oh ja, constanter in ieder geval, laat ik het zo stellen. Oh ja, dan weet ik dat er in de wandelgang mensen gesponsord worden waarvan ik denk van dat die het niet verdienen, maar jij wil een challenge doen. Dus dan ben jij toch wel degene die daar meer in aanmerking van komt. Ja, je zou zeggen van wel, maar ja, goed, ik kan niet in die mensen hun hoofd zien. Dus ja, dat is gewoon afwachten totdat het komt. Nou, misschien nog maar een challenge toertje winnen dan dit jaar. Ja, doe jij dat even. Doe dat even. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, in ieder geval gewoon hoog in die ranking blijven. Kijk, met die winsten heb je gewoon een goed begin gemaakt. Dus gewoon zorgen dat ik misschien top 8, top 10, dat ik dat blijf. Dan zul je ook waarschijnlijk nog meer Players Championships spelen. Ja, en dat is weer goed voor je ervaring natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En wie weet kun je daar nog wat pontjes pakken. Als je gewoon een beetje geluk hebt en een goede loting. Of zelf een goede dag. Ja, misschien hetzelfde verhaal als Ratajski. Dus daar misschien wel de Player Championship Finals dit jaar. Ja, wie weet. Ja, dat is misschien wel iets wat ook gewoon haalbaar is dan. Ja, op het manier dat jij dat ook hoog op de Challenge Tour ranking blijft staan. En jou natuurlijk een paar keer de laatste 32. Dan is de kans natuurlijk aanwezig dat je de Player Championship Finals kan halen. Ja, absoluut. Ja. En als je daar nu zo aan denkt, en wij noemen dat dan zo op, lijkt je dat een mooi vooruitzicht? Ja, zeker weten, natuurlijk. Dat zou top zijn als ik daar mag gaan spelen, natuurlijk. En wat ik ook zeg, als ik gewoon hoog eindig in die Development of the Challenge Tour ranking, dan plaats je ook voor de UK Open. En dat is ook wel een toernooi waar ik altijd al graag aan mee heb willen doen.
En het is in principe de makkelijkste om je voor te plaatsen. Ja, als jij op dit moment kijkt naar je niveau dat je hebt gespeeld en dat je denkt te gaan spelen. En je moet kiezen tussen sta je op de UK Open volgend jaar, ja of nee? Wat kies je dan? Ja. Ja, oké. Nou, dan zien we jou volgend jaar op de UK Open. Afgesproken. Ja. Is goed. Gaan jullie kijken dan? Oh ja, sowieso. Sowieso. Nee, is goed, is goed. Dan wil ik jou heel erg bedanken om mee te doen aan deze coronatapes. Ja, geen probleem. Jullie ook bedankt. Nee, geen probleem. Pim, jij weer bedankt voor het sidekick. Ik vond het leuk. Ja, dankjewel. Dankjewel, Mike. We hebben weer een leuke darter. De vierde darter was dit. Hopelijk gaan we er nog veel meer in onze show krijgen. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast.